Hey jongens, superleuk dat jullie weer kijken. Vandaag ga ik mijn YouTube-verhaal vertellen. Want ik merkte dat ik de laatste tijd best wel dat vaak moet vertellen ofzo. Van ja, hoe ben je eigenlijk begonnen met YouTube? En ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben dat ik al bijna 8 jaar YouTube-filmpjes maak. Dus dat vond ik wel even een besefmomentje, aangezien dit het 8e jaar wordt, of tenminste ja, augustus 2018 is mijn soort van mijlpaal van 8 jaar YouTube. En ik denk dat het wel leuk is om even te vertellen how it all started. Hoe ik ben begonnen en misschien gaan we zelfs even kijken naar wat beelden van mijn allereerste vlog. Als je benieuwd bent, blijf lekker kijken, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Als je al geabonneerd bent, kan je ook op het belletje klikken. En dan krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video heb. Aangezien ik niet zo goed ben in vaste upload tijden en dagen. Dus is het altijd random. Ja, augustus 2010. Ik was een tiener van 15 jaar. Ik zat op de middelbare school en het was zomervakantie. Ik weet nog, en ik weet niet meer precies hoe dat begon, maar ik keek naar Amerikaanse YouTubers. En de allereerste die ik me kan herinneren waar ik naar keek, was Shane Dawson. En die volg ik nu niet meer. Ik heb geen idee waar hij nu in zijn leven mee bezig is. Ik heb wel gehoord dat hij wel nog steeds bezig is. Dat hij super succesvol is geworden. Toen was hij echt al de shit gewoon. En dat was in Amerika heel erg gaande. Maar toen kwam ik erachter dat vloggen ook in Nederland bestond. En dat vond ik super fascinerend. En ik was altijd al van mezelf een beetje een persoon. Weet je, ik hield wel van aandacht. En ik hield er wel van om een beetje in de belangstelling te staan. En ik was op de middelbare school altijd al. Nou, misschien kennen jullie dat verhaal wel. Gewoon dat ik een beetje een soort van raar kind was. Ik hoorde nooit ergens bij. Dus ik dacht, ik ga YouTube filmpjes maken. Of nee, ik dacht gewoon van, ik zag dat. Dat bestond ook in Nederland. Dat mensen dat deden. Gewoon zeg maar een camera aanzetten en daartegen praten. Of dus vloggen. Of sketches en dat soort dingen. Dus ik was vet geïnspireerd. En ik dacht, wow, dat kan ik ook. Dat wil ik ook. Dat wil ik echt doen. Lijkt me superleuk. Dus lachen. En precies het moment dat het begon was heel grappig. Wij waren namelijk op vakantie op Texel. En ik was daar op vakantie met mijn ouders en mijn zusje. En we zaten daar in een bungalow. En het regende de hele fucking week. En mijn zusje en ik zaten toen echt in zo'n typische luie tienerfase. Dat we gewoon heel veel series keken. En toen hadden we dus ook onze laptop meegenomen. Fucking debiel, dan ga je op vakantie, neem je laptop mee. Maar achteraf was het very convenient. Want het regende de hele tijd. Dus we konden ook gewoon niet zoveel doen. Dus we zaten daar de hele tijd een beetje in dat bungalowhuisje, in dat vakantiepark. Dus ik dacht, oh, hoe leuk zou het zijn als ik dit ga vastleggen. En dat is hoe het begon. Ik maakte gewoon een vlog. En het was zeg maar mijn eerste vlog. En ik weet nog dat ik daarvoor op mijn YouTube kanaal een soort van die stop-motion video's-achtige dingen ook wel heb geüpload. Maar dat nooit dat ik nog praatte tegen een camera. Maar gewoon foto's maakte die allemaal achter elkaar plakte, muziek eronder en dat, zoiets. En dan met mijn webcam of zo. Ik weet niet meer precies. Nou, dus ik een paar vlogjes daar maken. En nou ja, zal ik nu toch eventjes wat beelden laten zien van mijn allereerste echte vlog. Oké, we zijn op het strand. Nou, we hebben echt gewoon de hele dag regen en zo. We hebben de hele dag binnen gezeten. Dit is trouwens een soort van mijn eerste vlog-achtig iets. Nou, ik ben weer terug van het strand. En mijn haar zit dus echt niet. We waren toen op het strand. En die vlog duurde ook echt 12 minuten. Het was fucking slechte kwaliteit. Het was echt bizar, maar ik had altijd al een digitale camera van mezelf. Omdat ik op mijn 12e of zo kreeg ik die, toen ik naar HAVO ging, geloof ik. Omdat ik het toen al heel erg leuk vond om selfies te maken. En dan ging ik op Hives, ging ik elke week een nieuwe profielfoto doen. En dan stond ik bij Meest Gerespecteerd op Hives. Dus ik was altijd al heel erg bezig om mezelf te laten zien op internet. Dus het kwam niet geheel uit het niks dat ik ook ineens filmpjes ging maken. Nou, toen heb ik een hele fase gehad. Ik had een YouTube kanaal. Mijn YouTube naam was altijd Decoration met 2 N'en. En ik weet nog waarom ik die naam had. Want dat had ik ook altijd op eigenlijk alles waar je een account op kon maken vroeger. Dingen zoals Go Supermodel en Kindertent, waar je je eigen website kon maken. Daarop had ik de naam Decoration. Geen idee meer hoe ik erbij kwam. Maar ja, die heb ik toen op YouTube ook zo aangemaakt. Dus ik heb dat heel lang als naam gebruikt. Ik denk echt pas dat ik na een paar jaar pas echt mijn eigen echte naam ben gaan gebruiken. Linda de Munk. Maar toen ik dus terugkwam van vakantie, ik had een soort voorstelvideo gemaakt van nou, hè, wat ga ik doen met mijn leven hier op YouTube, oké. Hoi, ik ben weer thuis. Ik ben op vakantie begonnen met vloggen, dus ik ben Linda en ik ben 15 jaar. Ja, ik woon in Helmond,
vlakbij Eindhoven. Dus ik wat vlogjes maken nog. En toen dacht ik ineens, oh, maar ik vind beauty en make-up en dingetjes wel heel erg interessant. Dus ik ga beauty video's maken. Nou, heb ik dat ongeveer 1 of 2 jaar gedaan. Ja, ik kwam op het idee, of ja, ik dacht dat het wel leuk was om een keer een shoplog te maken. En gisteren heb ik ook nog deze nagelvel gekocht. En alsnog wel vlogs tussendoor. Dus het was heel erg vlogs en beauty op mijn kanaal. Oh, trouwens, misschien nog leuk om te mentionen. Die Nederlandse YouTubers waar ik toen naar keek, waren dus mensen zoals Milan Knol, Dylan Hagens, Kelvin en Peter. Die waren toen ook allemaal net begonnen. Dat was ook echt helemaal hot op dat moment. Ik zag toevallig nog laatst een Facebook, nu net nog een Facebook herinnering, dat ik na 2 jaar YouTuben pas 2000 abonnees had. Moet je voorstellen, als je nu tegenwoordig een maand bezig bent, dan heb je al 10.000 abonnees. Of zoiets. Of misschien na een jaar. Ik weet niet wat normaal is eigenlijk. Maar ik deed er 2 jaar over en ik had 2000 abonnees, jongens. Hoe het vroeger anders was, echt bizar. Nou, dus die mensen op YouTube waren toen een beetje... Maar toen was het dus in 2012 heel erg hip om een soort van hoofdkanaal en een tweede kanaal te hebben. Dus mijn hoofdkanaal was mijn kanaal met de beauty video's. En mijn tweede kanaal was mijn kanaal voor extra bullshit en vooral dus vlogs. Oh ja, toen was het echt mijn ding. Daar stond ik echt een soort van bekend om. Om ongeknipte vlogs te maken. Dus ik startte de camera aan. Ik begon gelijk met lullen. Ik lulde aan 1 stuk door, soms wel 10 minuten lang. Zonder te knippen. Online zetten. En ik was daar ook best goed in, denk ik. Want ik had ook nooit dingen erin gezet dat ik dan dacht, oh shit, dit had ik eigenlijk uit willen knippen. Dus ik was heel erg daarop ingesteld om niet te gaan knippen. Het is alweer lang geleden dat ik een ongeknipte vlog heb gemaakt. Dus ik dacht, dit is een mooi moment, want er ligt sneeuw. En zoals jullie weten laat ik altijd in mijn vlog zien hoe het er buiten uitziet op een of andere manier. Dus dat ga ik nu doen. Kijk. Dus dat vond ik zelf fijn, want ik was gewoon tering lui, dus ik wilde niet gaan knippen. Maar het viel ook echt in de smaak. Dus vloggen vond ik zelf steeds leuker en ik merkte dat mijn kijkers het ook steeds leuker vonden. En ik maakte daarnaast nog wel als een soort van bijdingetje beauty video's. Maar het werd steeds meer vloggen, werd steeds meer mijn hoofdding. En dit kanaal waar jullie dit op zien, was toen in eerste instantie mijn tweede kanaal. Maar dat heb ik uiteindelijk toch een soort van gedoopt als mijn hoofdkanaal. Want toen ben ik in 2014, de zomer van 2014, dus dat is bijna 4 jaar geleden, ben ik een jaar lang dagelijks gaan vloggen. En ik denk dat dat het moment is dat ik echt een soort van doorbrak. Al ben ik alsnog nooit doorgebroken, want ik heb misschien nu net 40.000 abonnees. Maar oké. Ik ben daar alsnog hartstikke dankbaar voor, hartstikke blij mee. En het is gewoon meer, weet je, het is een soort van dingetje om dan jezelf te gaan vergelijken met anderen. Maar dat heb ik mezelf al heel erg afgeleerd hoor. Dat boeit me, interesseert me echt totaal niks dat er gewoon mensen zijn die letterlijk een jaar bezig zijn en die nu 100 of 200.000 abonnees hebben. Dat heeft me altijd heel erg dwars gezeten, maar dat interesseert me nu vrij weinig. Ja, oh, ik zit helemaal lekker in mijn verhaal. Ik ben er helemaal enthousiast naar. Toen heb ik dus een jaar lang dagelijks gevlogd. Ik had geen dag gemist. Ik was elke dag aan het editen. Ik vlogde op een gegeven moment wel met mijn telefoon voor het gemak. Dus die kwaliteit is echt super slecht van al die video's. Maar het staat toch ook allemaal op dit kanaal, gewoon mijn dagelijkse vlogs. Dus ik was toen 17, 18. Maar tijdens mijn dagelijkse vlogs, ik werd natuurlijk steeds opener. Want ik nam elke dag nam ik de kijkers weer mee. En soms vertelde ik eens iets wat best wel persoonlijk was. En toen begon dus de hele sensatie van video's maken over seksualiteit. En seks, en of niet per se nog seks, nee. Het was gewoon wel wat openere onderwerpen bespreken. Want het gebeurde omdat ik dus heel open was in mijn vlogs. Daar vervolgens vragen over kreeg van mijn kijkers. En dat mensen ook letterlijk vroegen, hey Linda, ben je biseksueel of zo? En het was ook nog een tijd dat ik heel veel twitterde. Ja, toen was Twitter helemaal hot. En toen werd Instagram ook wel heel erg groot. Maar toen was Twitter gewoon echt het ding om ook te communiceren met je kijkers en zo. Dus dat was heel interessant. En nou ja, goed, dus ik heel veel vragen kreeg. Toen dacht ik op een gegeven moment, oké, fuck it. Ik maak gewoon een video. Dat was mijn eerste video over biseksualiteit. En ik weet nog precies wat die titel was. Dat was Een beetje bi is niet bi. Ik zal er nu ook even een kort fragmentje van laten zien. Ook wil ik zeggen dat ik zelf niet biseksueel ben. Dat wil ik even duidelijk hebben. Want ik heb heel veel vragen over gekregen of ik lesbisch ben of dat ik biseksueel ben. Ben ik er wel achter gekomen dat ik echt niet verliefd kan worden op een vrouw? Tenminste, misschien kan het nog steeds gebeuren. Voor die optie sta ik altijd open. Maar voor mijn gevoel gebeurt het niet. Maar ik vind vrouwen gewoon aantrekkelijk. Ik
heb ook echt wel eens met een meisje gezoend. Dat heb ik ook wel eens verteld, geloof ik. Zoals heel veel van jullie misschien ook wel weten, heb ik eerder een video gemaakt over dit onderwerp. Met als titel Een beetje bi is niet ba. Waarin ik eigenlijk heel duidelijk vertelde dat ik niet biseksueel ben. Nu, ongeveer bijna een jaar later, weet ik dat ik eigenlijk wel biseksueel ben. En daar wil ik jullie dus over gaan vertellen. Je ziet ook zo erg het verschil in hoe ik toen praat. Ik had een veel hogere stem. Ik zet echt een soort van hoger stemmetje op. Ik zou dat nu niet eens meer na kunnen doen. Dat is een soort van... Het is toch altijd nog een beetje bangig en onzeker of zo. En nu ben ik gewoon echt fully mezelf voor de camera. Ik vind het echt wel heel leuk om te zien hoe dat veranderd is. Ja, dus toen begon dat een beetje te rollen. Dus biseksualiteit en de puberteit waren veel besproken onderwerpen op mijn kanaal. Dat werden een soort van extra video's tussen mijn dagelijkse vlogs door nog. Dus dat was echt heftig. Toen ben ik uiteindelijk toch gestopt met dagelijks vloggen. Dat was ook in de periode dat ik dus 18, 19 was, geloof ik. Ja, dus toen vond ik het oprecht wel fijn om eventjes niet meer dagelijks die camera erbij te hebben. Want toen is het een beetje, toen ben ik alsnog wel blijven vloggen. Toen heb ik een soort van zomerweekvlogs gemaakt. Dus ik was nog gevlogd, maar gewoon in de zomer. Ja, wacht even, nu komt er nog een moment. Nee, ik weet niet meer wat ik toen precies in die tussentijd heb gedaan. Maar toen, in 2015, vertrok ik naar Praag. Toen heb ik daar 5 maanden gewoond. Toen heb ik dat voor een heel groot gedeelte gevlogd. Nou ja, goed, laat mij alsjeblieft weten in de reacties als je me sinds wanneer je me eigenlijk volgt. Bijvoorbeeld toen ik dus dagelijks vlogde, of toen ik naar Praag verhuisde, of misschien zelfs wel vanaf het allerbegin. Dat zou ik echt fucking vet vinden als iemand dat gaat reageren. In de tijd dat ik in Praag ging wonen, toen heb ik echt mijn beauty kanaal helemaal links laten liggen. Ik had sporadisch hier en daar zelfs nog een ASMR video gemaakt. Het staat er ook nog op, kan je nog bekijken. Het is hilarisch, lachwekkend. Mensen, echt mijn vrienden, die lopen me echt uit te lachen daarom. Maar het valt wel echt in de smaak en mensen kijken ernaar, maar mensen vinden het echt blijkbaar heel relaxed. Ik fluister daarin, dus schrik niet, maar blijkbaar is mijn fluisterstem heel chill. Dus ja, dat staat er nog wel allemaal op Linda de Munk Beauty. Dat is dat kanaal. Toen ik terugkwam uit Praag, toen ben ik echt meer in die onderwerpen gedoken, zoals ik dat nu dus ook doe. Over seks, seksualiteit, porno kijken, masturberen, heftige onderwerpen, steeds meer iets heftigers. En dat is dus nu sinds 2 jaar aan de gang. En dan zijn we nu hier, op dit punt, waarbij het eigenlijk het belangrijkste in mijn leven is, YouTube en alles daaromheen, maar vooral natuurlijk het bespreekbaar maken van seks en seksualiteit en taboes. En soms misschien zelfs taboes proberen te doorbreken. Al lukt dat natuurlijk niet altijd, want taboes zijn er misschien ook wel om gewoon taboe te blijven, maar om ze dan bespreekbaar te maken, maakt het in ieder geval wat makkelijker. Dus ik hoop dat dat inderdaad helpt. Ja, ik vind het heel interessant hoe dit hele proces is verlopen. En misschien ben ik echt nog wel een paar aspecten van het hele verhaal vergeten. En hoe de hele community toen in elkaar zit. En met de Dutch YouTube Gathering. Dat is natuurlijk weer een heel verhaal apart. Maar in ieder geval heb ik een beetje zo die tijdlijn van mijn YouTube carrière weergegeven. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden. Laat me vooral weten sinds welk moment jij mij volgt. En dan zie ik jullie gewoon snel weer in een video. Video van volgende week wordt een video met Lotta, waarin we advies geven. Die hebben we een tijdje geleden opgenomen. Ja, die video hebben we twee weken geleden opgenomen of zo. Dus die zet ik volgend weekend online. En dus dat is super leuk. Joejoe, tot de volgende keer. Bye.